De terrassen op het Nijmeegse Faberplein moeten ook na de coronacrisis groot blijven. Horecaondernemers zijn een petitie gestart met die oproep. Volgens de ondernemers zorgen de terrassen voor meer veiligheid voor spelende kinderen. De gemeente laat in een reactie weten dat voor het volgende terrasseizoen nieuwe regels gaan gelden voor terrassen. Hoe die eruit gaan zien is nog niet bekend. Wel dat veiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid belangrijke criteria zijn. De petitie is tot nu toe ruim 1000 keer ondertekend.